doen in de gemeenschap, blijven ze dat doen. En ik moet u zeggen, ik persoonlijk, maar wij als organisatie, Stichting SAVO, vinden het eer dat wij deze drie mensen hier moeten hebben. Ik denk dat het nog niet eerder in Nederland is voorgekomen dat wij zulke panelleden mogen hebben. Want Panditji is tevens, hij zit nu als persoon, als pandit hier, maar hij is ook vertegenwoordiger van Mahasabha. Kent iemand dat? Nou, misschien kan Pandit even in het kort straks vertellen wat dat is, maar hij zit wel als persoon, op zijn persoonlijke titel vandaag, ons te steunen. Omdat hij dat vaak doet bij ons. En ik wil u wel alle drie even de gelegenheid geven om iets over uzelf te vertellen, van de organisatie waar u bent, en eigenlijk in het kort waarom u vandaag deze bijeenkomst met ons wilde deelnemen. Want het is voor ons een eer, maar ik denk als we dit straks op onze website zetten en op alle andere mogelijke manieren naar buiten gaan, dan zijn wij, denk ik, de eerste binnen de Hindoestaanse gemeenschap die deze combinatie zo mag hebben. Het is een eer. Mag ik voor alle drie een warm applaus geven? Ik ben Udenarain Brangi. Als pandit hier aanwezig van huis uit ben ik leraar aardrijkskunde en heb ook enkele pedagogische en didactische studies gedaan. In Nederland gekomen ben ik direct de economische studierichting opgegaan, economische studies gedaan en ben inmiddels 20 jaar in dienst bij Dell Computer, Dell BV. Dat is niet meer een hardware leverancier, maar inmiddels een IT-gigant uit Amerika. Ik ben de derde generatie vanuit India. Mijn Aja is uit India gekomen naar Suriname. En de traditie vanuit India was altijd dat de zonen in de familie altijd het priesterschap moesten opleiden. Dus naast het